Ja, trainer, hoe sta je hier nu? Vierde periode komt eraan. Wat is jouw gevoel na de eerste drie periodes hier bij FC Os? Ja, wisselend. Hè. De beginfase, waar we het al vaker over gehad hebben, was matig tot slecht. Niet eens qua spel, maar wel qua resultaten. Daarna een periode gehad dat we constanter werden, betere resultaten halen. En na de winterstop is het wisselend. Hè. Dus een aantal goede overwinningen. Maar ook een paar wedstrijden die we, als ik de wedstrijdbeelden terugkijk, dat we eigenlijk te weinig daaruit gehaald hebben. Dus Achilles thuis, Dordrecht thuis. Ja, dat zijn wedstrijden die we eigenlijk hadden kunnen, misschien wel moeten winnen. En gisteren bij Eindhoven eigenlijk hetzelfde verhaal. Vond ik dat we daar een minimale punt verdienen. En dan sta je daar met een wisselend gevoel, moet ik zeggen. Dan gaat het natuurlijk een trainer zeggen, we hebben nog één periode te gaan, dan moet het daar maar in gebeuren. Zijn het ook de woorden die je nou gaat uitspreken of heb je toch wel je twijfels daarbij? Nou, maar uiteindelijk ga je voor iedere periode ga je daarvoor. Hè? Dus of het dan nou de eerste tot de vierde periode is, dat maakt niet uit. Ook op de ranglijst willen wij gewoon stijgen. Dus wij zijn per wedstrijd zijn wij gewoon bezig om ons te verbeteren. En steeds vaster en constanter te worden, zodat de resultaten beter worden. Daar ben je uiteindelijk iedere dag mee bezig. En het gevolg moet zijn dat je op de ranglijst stijgt of meedoet uiteindelijk om een periode te pakken. Goed, je zei al, die wisselvalligheid die is groot. Dat maakt ook de kans op succes iets minder groot natuurlijk. Ja, dat geldt bij iedereen. Hè. Dat zie je in de Eredivisie precies hetzelfde. Dus dat is ook iets waar we met elkaar mee bezig zijn. En daar maken we echt wel stappen in hoor. Dus daar zijn we echt wel tevreden over. En ook na de winststop tevreden over. Maar ja, uiteindelijk moet het nog meer betere resultaten opleveren. Ja, dat is dan het doel voor de rest van het seizoen. Zonder dat er misschien een heel stevig plakkaat op zit dat je de play-offs moet halen. Nou ja, kijk, die ambitie en dat streven, dat heb je zelf altijd. Hè. Die druk die leg je jezelf op. En als club wil je dat, als spelersgroep wil je dat. En wij als technische staf willen dat uiteraard ook. Dus ja, daar steken we al alle tijd en energie in om daar om die doelstelling te halen. Dat verandert natuurlijk niet gedurende zo'n seizoen. Daar blijf je voor gaan. Ook dat blijft het leuke van de Super League. Ja, je begint elke keer weer op nul. Ook deze periode begin je weer op nul. En ja, er zijn wel gekke dingen gebeurd natuurlijk, hè. Ja, dat klopt. Ja, als we in die goede serie die we gehad hebben, als dat precies binnen één periode was gevallen, ja, dan had je daar misschien nu al bij gezeten, bij wijze van spreken. Weet ik niet helemaal precies, gezien de winnaar van die periode in die stand. Maar ja, je moet het in dit geval bij de Jupiler League binnen zo'n periode één goede serie halen. Je kan het in Volendam zien die dat in de beginfase hadden. Ja, die zijn gelijk daarvan verzekerd. Ja, ook op de ranglijst moeten wij gewoon zorgen dat wij zo dicht mogelijk daarbij in de buurt komen. En ik vind dat het gat nog te overbruggen is. Alleen dan zou je wel een serie moeten neerzetten. Nou, dat is een periode eigenlijk hetzelfde. Hoe bevalt het hier in Os, eerste seizoen? Ja, het bevalt hier heel erg goed. En nogmaals, natuurlijk ben je zelf niet tevreden over de wisselvalligheid. En ook wel tevreden over heel veel andere dingen. We zijn keihard bezig binnen de club met elkaar. Met iedereen die hier werkzaam is. En wij als staf ook zijn we daar heel veel tijd en energie aan het insteken om dat te verbeteren en vooruitgang te boeken. En ik heb het verder gewoon hier heel erg goed naar mijn zin. En ik ben blij dat ik de keuze gemaakt heb om naar FC Os te gaan. Ja, eerste jaar als hoofdtrainer, loopt tegen van allerlei dingen aan. Is het echt al een leerjaar geweest of gaat het allemaal wel zoals je wat ervoor had bedacht in je hoofd? Nou, je bent uiteraard goed voorbereid hè? Naar waar je naartoe gaat en waar je gaat werken. Hè? En toen ik bij AZ begon als trainer. Ja, ben je ook ieder jaar aan het leren. En hier loop ik ook, iedere dag loop je nog tegen dingen aan waar je denkt, daar kan ik wat mee of daar moet ik anders mee omgaan. En dat geldt voor mij, dat geldt voor de spelers, maar voor iedereen binnen de organisatie. Uiteindelijk willen wij doorgroeien als club. Nou, daar ben ik een onderdeel van. Ja, en ook ik leer hier nog steeds iedere dag hoor. Dus en zolang ik dat niet meer doe, dan gaat het niet goed, denk ik. Was nu de intentie, of heb je contract voor een jaar hier in Os? Is de intentie om er volgend jaar nog te blijven en om er een jaar aan vast te plakken? Of ga je nu een heel diplomatiek antwoord hier op geven? Nou ja, de club heeft daar in die zin naar mij aangegeven dat ze tevreden zijn en dat ze daarin mijn contract willen verlengen. Dus er zullen binnenkort daar gesprekken over gaande zijn. Waar we als club naartoe willen met elkaar. En dat is iets wat gedurende een heel jaar doorgaat hoor. Dus dat is nu echt niet anders dan nu opeens een gesprek zitten. We weten alles van elkaar binnen de club. En zijn heel open in het communiceren. Dus daar ga ik geen diplomatiek antwoord over geven. Ik proef weer uit het kop, maar goed. Ja, dat moet je altijd afwachten. Hè. Hoe de club in dingen staat en hoe ik zelf in dingen sta. Kijk, uiteindelijk zijn we allebei ambitieus. En dan moet je uiteindelijk samen uitkomen. Maar we zijn allebei positief over elkaar. Dus dat wel. Enig idee wanneer je daar mee naar buiten komt? Is dat het einde van het seizoen of liefst al eerder?
Ja, dat weet ik niet. Ik vind, kijk, de prioriteit ligt nu gewoon met presteren, met in dit geval met het team. En daar, kijk, zaken rondom mij of Klaas of wie dan ook, dat zijn allemaal bijzaken. Uiteindelijk moeten wij nu zorgen dat we het maximale uit FC Os halen. En dat we zo mogelijk gaan eindigen, hopend dat je misschien de play-offs nog daarmee gaat bereiken. Nou, daar moeten we al onze tijd en energie in steken. En alle randzaken daaromheen, die moeten daar gewoon voor wijken. En dat komt allemaal vanzelf aan. Dus ik ga daar geen datum op plakken of prikken om daar bepaalde druk op te leggen. Dat heeft helemaal geen zin. Wij moeten gewoon de meeste energie hier op het veld neerleggen. Te beginnen vrijdag, Jong Ajax thuis. Ja, daar moet die reeks van beginnen, denk ik, hè? Ja, dat is weer een thuiswedstrijd tegen een hele talentvolle groep die in een goede serie bezig is. Dus daar kunnen we ook vol aan de bak. Dat zal ook geen makkie worden. Maar hier gaan we wel met intentie in om de wedstrijd te winnen en daar een goede start te maken naar het einde van het seizoen toe.